Ik heb trouwens even opgezocht hoe je Farfetch moet laten evolueren. En dat is best wel een aparte manier. Je moet namelijk in één battle 3 critical hits maken met Farfetch. Laten we gaan kijken of we Farfetch kunnen laten evolueren. Yo Nintendo fans en yo Rikachu Army, super tof dat jullie willen kijken. Wil je ook in de Rikachu Army? Druk even gauw op die subscribe knop. En dan gaan we snel weer verder met Pokémon Sword. We kunnen gelijk beginnen met de vraag van de dag, want jongens, ik pak even mijn controller erbij. Maar wat vinden jullie van deze Ball Guy? Dat is de vraag van de dag, de Q of the Day. Is de Ball Guy goud of bout? Degene die al langer kijken, die weten dat ik een kleine serie had van goud of bout. Goud betekent dat je hem tof vindt en bout is eigenlijk gewoon... Shitty, kak, poep, bout. Ik was op Dutch Comic Con afgelopen weekend en daar zag ik een gast met cosplay van de Ball Guy. Jij was echt een baas. Als jij naar mijn video kijkt, jij was een baas. Ik vind hem een beetje weird, maar het is wel super tof dat we elke keer een pokeball van hem krijgen. We hebben net Nessa verslagen en we komen Oliana tegen en die zegt... Ja, laat de chairman nou niet wachten. Hij is bij een seafood restaurant. En vergeet vooral de chairman's gezicht niet. Hier heb je een leak card, Rikachu. Nou, bedankt Oliana. Laten we snel naar het seafood restaurant gaan. Ik hou wel van zeevoet. Ik ben letterlijk zondag naar een zeevoet restaurant geweest. Zeevoet. Wat is dat voor woord? Oftewel visjes en garnalen en mosselen, et cetera. Ah, ik ben er dol op, jongens. Sushi is sowieso mijn favoriete eten. Wacht, ik ga even op de fiets trouwens. Het gaat een beetje sneller. Maar ja, zeevoet restaurant. Oh, dat moet wel hier zijn. Kijk, volgens mij staan al zijn fans al hier buiten. Ze zwaaien naar hem. Ja, zie je? We moeten hier naar binnen. We zijn in het zeevoet restaurant. Oh, kijk nou. En Sonja is er ook. Rose zegt, Rikachu, laten we je overwinning vieren. En Sonja denkt, hé, was jij ook uitgenodigd? Ja man, sowieso ben ik uitgenodigd. Rose wist niet dat we elkaar kennen. Nou, we gaan lekker zitten. Lekker zeevoetje erbij. Lekker zeevoetje. Wat zit erin? Volgens mij eten we nog niks. Nee, zie je? De servetjes staan nog op mijn bord. Nou, we hebben het over koetjes, kalfjes en zeevoet. Alles op het menu is verschrikkelijk lekker. Hoe gaat het met professor Magnolia, vraagt Rose. Magnolia was degene die erachter kwam hoe we de kracht van de Wishing Stars moesten ontgrendelen en onze Pokémon moesten Dynamaxen. We hadden nooit van die Dynamax bandjes kunnen maken zonder Professor Magnolia. Maar Sonja zegt, ja, we moeten nog zoveel ontdekken over Dynamaxen. En ze maakt zich dan een beetje zorgen. Ze heeft zelfs een Power Spot detector voor me gemaakt, zodat, ja, ik kan zien waar de kracht is terwijl ik op reis ben, zodat ik niet in gevaar kom, zegt Sonja. En Rose, ja, die heeft daar wel weer interesse in, natuurlijk. Rose is die rijke boy. Hoe kijkt die chick trouwens? Die ziet er echt zo emotieloos uit, die chick achter Rose? Nou, Rose die zegt dat het goed is voor Sonja om naar de kluizen in Hammerlock te gaan. De sleutel voor het Dynamaxen van Pokémon ligt in de historie die daar bewaard is. Dus ja, Rose gaat daar naartoe. Oliana zegt, ja, is goed, ik ga het regelen. En die ogen! Wat een freaky! Nou, ze zegt ook, ja, we moeten er vandoor, Rose. En Rose zegt, ja, maar ik heb nog helemaal niet met Rikachu kunnen praten. Maar ja, niks aan te doen, er moet iets gebeuren. Er is geen tijd om te verliezen. La la la. Oké, dikke doei. Nou, dat was echt super gezellig. Sonja zegt, denkt hij nou echt dat hij me plezier doet? Ja, de kluizen zou een goede plek kunnen zijn om meer informatie te kunnen krijgen, maar... Jij hebt de waterbadge! Nessa verslaan, dat is niet zo makkelijk. Nou, het ging eigenlijk best wel makkelijk. We krijgen een TMP. Retaliate! Oké, let's go. Ik wil weer verder. Ik wil nieuwe Pokémon vangen, jongens. Until next time, Gym Challenger. Toedels! Later! Oké, we gaan weer. Doei! Oh ja, daar is Hoppy weer. En die zegt, nou, je hebt nu de gras en de waterbadge, hè? Nou, dan moeten we naar Motostoke City, naar de Fire Gym Leader Kaboo. En Hop gaat een tip delen met ons. Hij zit in de mijn nummer 2. En hij doet daar speciale training. Nou, laten we daar naartoe gaan dan. Tempootje Hop. Snel. Er is geen tijd te verliezen. Lekker muziekje dit trouwens ook weer. Hè. Ga eens even snel hier naar beneden. Wedden dat hier nog wat ligt? Daarachter. Wedden? Ja hoor. Una pokeballe. Una shellbelle. Oeh, dat is wel nice. Die kan je namelijk geven aan een Pokémon. En iedere beurt dat ik damage doe, krijgt hij een klein beetje HP erbij. Dus dat is misschien wel lekker voor Dottler bijvoorbeeld. Oké, gaan we nog even hier naartoe op ons... Laat me door, man! Gaat toch niet zomaar voor mijn fiets lopen, joh, Matty? We hebben hier een magnet en die maakt elektriek-type moves beter. Oké, let's go. We gaan naar... Jongens, waarom lopen jullie allemaal voor mijn voeten? En ik wil ook zo'n olifant. En ik wil een woeloe. Oké, Kaboom moet hier ergens zijn. Galar, mijn nummer 2. Oh, allemaal nieuwe Pokémon. Een Wimper, een Shellos, een Binnacle. Ja, we mogen ze alle drie niet vangen. Of ja, wel vangen, maar niet gebruiken. Want we spelen deze playthrough alleen maar met Pokémon uit Galar. Ja, even kijken of we hier een water-Pokémonnetje uit krijgen. Ja, het is een Barboach. Whack hem! Hoppakee.
Later, bye, Boach. Hoppakee, dit is wel lekker. Farfetch'd en Carcon aan level 24 en level 21. Farfetch'd hebben we natuurlijk in ons team, omdat die evolueert in een Sirfetch'd. En die wil ik super graag hebben. En ja hoor. Bidde is er ook weer. Hallo, bidde. Ik zou me slecht voelen als ik Pokémon zou laten deelnemen in een wedstrijd tegen laag level tegenstanders. Ik ben niet in de stemming om met zwakkelingen om te gaan. Maar het is misschien ook wel een vorm van genade om zwakke tegenstanders wat vroeg te elimineren. Wat doe jij stoer, jongen? Bidde, bidde, bidde. Bidde, ik ga je slopen. Pokémon trainer, bidde. Gooit een Solosis. En ik gooi een Twaki. Dan ga ik lekker deze move gebruiken. Knock-off. En die is super effectief tegen Solosis. Dikke doei, jongen. Mazzel. Oh, die bidde doet zo stoer, maar ik sloop hem zo hard. Nou ja, wat heb je nog meer dan? Een Gotita. Dan gooi ik gewoon even lekker mijn Dottler. Want dan kan ik even een Bug-type move gebruiken. Ja, ook. Sinds wanneer ken jij Steen-type moves? Freaking Gotita, jongen. Oké, dat was een verrassing. Maar geen probleem. Hier komt Struggle Bucky. Nou krijg ik dus een beetje HP terug als het goed is. Omdat ik dus die Shell Bell aan Dottler heb gegeven. Kijk, nou het is maar 3 HP. Het stelt echt bijna niks voor. Maar oké, misschien helpt het een klein beetje. Nu krijg ik even een Psy Shockje op mijn bakkes. Maar dat doet niet zoveel damage. Had je beter die andere move kunnen blijven gebruiken. Bidde? Hier, deze op jouw Gotita. En weer wat HP'tjes erbij. Oh man. Gaat je nou weer een Super Potion gebruiken? Daarmee duurt deze battle alleen maar langer, man. Het is weer uitstel van executie, joh. Duurt te lang. Ik battle al een tijdje en die Gothita gaat nog niet kapot door bedden. Duurt te lang. Ja, ondertussen pak ik best wel veel damage omdat wij dus continu de stats van Gothita boosten. Gaan we nu gewoon kapot? Ik denk dat we nu kapot gaan. Oh, we houden 3 HP over. Zie je, dan is die Shell Bell toch onze redding geweest, jongens. Lekker, Dottler. Hoppakee, sloop die bedde Pokémon, jongens. Nu krijg ik maar 1 HP erbij. Oké, nou, dat is niet al te veel. Twaki groeit naar level 26. Carcon naar level 24. Nu krijgen we met Ponyta. Oeh, dat moet Galarian Ponyta zijn, jongens. Ja, dan heb ik eigenlijk Poison of Steel-type moves nodig. Ja, ik kan Toxel een keertje proberen. De allereerste battle van Toxel. En daar is Galarian Ponyta. Ponyta, de unicorn Pokémon, de eenhoorn. Hij is echt prachtig. Wat een mooie Pokémon is dat. Auw, oké. Hij kent ook psychic type moves. Oh, oké. Ik dacht dus dat mijn move super effective zou zijn. Omdat ik dacht dat Galarian Ponyta een fairy type alleen was. Maar blijkbaar is hij ook psychic. Karkle. Hoppakee, ga jij het maar doen dan. Oké, Galarian Ponyta is wel lekker snel zo te zien. Hij heeft me al 2 keer geraakt met poison. Confusion. Man. Wij doen even lekker een Asian Power op zijn bakkes. En daarna een Flame Charge erbovenop. BD gaat lekker door met zijn Confusion. Even kijken wat Flame Charge doet. Oh, bijna. Ja, en dit wordt wel het einde van Galarian Ponyta. Doei, daar ga je, jongen. Ah, je ziet er wel echt heel mooi uit. Ik vind je wel een mooie Pokémon. Dat moet ik wel eerlijk toegeven. Dottler gaat een leveltje omhoog. En Linoone gaat een leveltje omhoog. Oeh, Linoone wil rest leren. Dat zou op zich wel handig kunnen zijn voor de toekomst. Dus laten we dat doen. Ik weet niet of het zo'n tank gaat worden uiteindelijk, zoals bijvoorbeeld Snorlax. Want met Snorlax kan je best wel goed rest gebruiken. Weet je wat? Laten we Linoone er ook gewoon even uitgooien. Galarian Linoone. Bam. Wat een baas. Ik vind hem een beetje de blik hebben van Venom. Go Night Slash op zijn bakkes. Hoppa. En Athena is weg. Zo doen we dat, jongens. Ja, we hebben bederfslag. En hij wordt weer boos. Ik kan boos worden, jongen. Jij moet gewoon niet zo stoer doen tegen mij. Hier, dan kan het alleen maar tegenvallen als je verliest, jongen. Oh, sorry. Maar ik moet mijn woorden terugnemen. Je bent niet slap. Je hebt gewoon geen talent. Dat is wat BD zegt. Doe het. Deze gast is zo verschrikkelijk onaardig. We krijgen wel zijn Lee card, dat wel. Nou, dikke doei, hè? Ik moet wel eerlijk toegeven. Hij heeft wel een paar Pokémon een klein beetje gesloopt. Wow, Noibat. Noibat is zo cool. Maar ik ga even terug naar Pokémon Center. Even mijn Pokémon healen. En dan zijn we zo weer terug in de mijn. Oké, guys, we back in the mine. Laten we eens even kijken wat hier allemaal te beleven valt. Wat is dit? Wat is dit voor mini ding? Kan ik het pakken? Oh, snap, het pakt me. Oh, wow. Het is Galarian Stunfisk. Die meen je. Oké, dan. Oh, wauw. Dit is wel echt heel grappig. Galarian Stunfisk. Het ziet eruit als zo'n berenklauw die in het bos ligt en de wilde dieren, ja, beetpakt. Dat hij zo dichtklapt, weet je wel. En dan bam, en dan zit je... Ja, precies dat wat hij nu deed. Dan zit dus je voeten tussen en dan heb je onwijs veel pijn. En waarom sloop je mijn Twaki zo hard? Waarom ben jij zo sterk? Doe eens normaal. Is dit zo'n goede Pokémon? Dat kan helemaal niet. Stunfisk is altijd zo nutteloos. Stunfisk
Stunfisk is toch helemaal niet zo goed, jongens? Oh nee, shit, we hebben hem niet gevangen. Oké, nu moet ik hem vangen, jongens. Kom op, in de Great Ball. Let's go, Stunfisk. Nee! Nee, straks sloopt hij mijn Twacky nog, jongen. Doe eens even normaal, man. Nou, ik ga mijn Twacky maar even een superposing geven dan. Jongen. Dan gaan we hem nog maar even tikkie geven, want zijn HP moet blijkbaar nog verder naar beneden. Ik vind dit trouwens best wel een toffe Pokémon, als ik heel eerlijk ben. Hij ziet er best wel leuk uit. Deze Stunfisk is echt verbeterd, want ik vond hem vroeger echt een van de stomste Pokémon. Maar ik vind deze eigenlijk best wel leuk. Alleen zou ik niet weten voor wie ik hem in mijn team moet doen. Pak hem! Kom op! Maar moet die in mijn team? Moet Galarian Stunfisk in mijn team? Dat is een beetje de vraag. Als ik nu naar mijn team kijk, dan denk ik wel van... Mijn team ziet er echt wel heel erg tof uit al. Ik heb al een hele toffe Pokémon. Wow, hij levert wel echt vet veel XP op. Stunfisk data wordt aan de Pokédex toegevoegd. Het is een Ground en een Steel-type Pokémon. Hij leeft in de modder. En omdat hij zoveel van ijzer is, heeft hij een supersterk lichaam. Ik vind hem wel leuk. Zou die... Ik denk alleen niet... Dat die evolueert, hè? Ik ga het gewoon opzoeken. Oké, deze Pokémon heeft geen evolutie. Ik vind hem wel echt heel tof. Maar, ik ga hem toch nu niet in mijn team doen. Laat even een reactie achter als je het er niet mee eens bent. Of als je het er wel mee eens bent, dan mag je ook even een reactie achterlaten. Let's battle met deze mijnwerker. Mijnwerker Francis met zijn mooie swagbaardje. Oef, dit wordt een lastige matchup, jongens. Ik ben heel benieuwd hoeveel damage mijn Razor Leaf gaat doen op hem. Ja, dit dacht ik al. En oh, hij doet nu Smackdown. Gelukkig doet hij Smackdown. Als hij een Fire-type move doet, dan ben ik sowieso de Shaak. Doe maar nog een keer Smackdown, joh. Dat is geen probleem. Mag van mij. Dat mag helemaal. Ancient Power. Oké, dat mag ook nog wel van mij. Is een goede move, maar vind ik dikke prima op Twacky. Want dan kan ik je gewoon verslaan, vriend. Als je nou gewoon twee keer een Fire-type move had gedaan, dan had je misschien mijn Twacky genakt. Maar ja... Ja, als je dat niet doet, ja, dan sloop ik jou. Simpel als dat. Farfetch'd naar level 22. Oh, en dat was het al, joh. Nou, helemaal prima. Ik zet Farfetch'd even op de eerste plek. Ik pak deze Pokéball op. Dat zijn 3 Duskballs. Nice, dan zouden we in deze grot makkelijker Pokémon moeten kunnen vangen. Ik ga nu even niet hier overheen lopen, want daar ligt zo'n Stunfisk begraven. Daar nog één. Wat is hier? Mooi. Water. Welke Pokémon vinden we in dit water? Het is een Tootle. Ja, die blijven ook leuk. Tootles blijven best wel cute. Maar ja, we hebben er al eentje gevangen. En ja, we hebben hem nu eenmaal niet meer in ons team. Hij doet waterpilistol. Wij doen nog een keer een Brutal Swing. En dan is het wel klaar met Tootle. Ik heb trouwens even opgezocht hoe je Farfetch moet laten evolueren. En dat is best wel een aparte manier. Je moet namelijk in 1 battle 3 critical hits maken met Farfetch. Laten we gaan kijken of we Farfetch kunnen laten evolueren. Farfetch, there you go. Oké, dan moet ik dus eigenlijk geen super effective moves gebruiken, want dan sloop ik mijn tegenstanders misschien wel te snel. Laten we in ieder geval dan voor Brutal Swing gaan en hopen op die critical hits. Is dit een critical hit? Dit is een critical hit. Dit is critical hit nummer 1. Rock'n'Roller heeft weak armor, waardoor zijn defense omlaag gaat en zijn snelheid omhoog. Oké, nou dat vind ik prima. Ondertussen doet hij een smackdown op mijn bakkes. Dat doet niet heel veel pijn, dus dat is top. We kunnen misschien deze Rock'n'Roller wel in 3 keer verslaan. Als ze nou nog een keer een critical hit hebben. Ja, we hebben er nog 1. Dit is al 2 critical hits, jongens. We hebben nog 1 critical hit nodig als het goed is. Want ik weet niet helemaal zeker of er een bepaald level nodig is voor Farfetch om te evolueren namelijk. Maar ik denk het niet. Ik denk dat het puur om die 3 critical hits gaat. En daarvoor moeten we het nu opnemen tegen een Timber. We hebben nog 1 critical hit nodig en dan gaat, als het goed is, Farfetch evolueren in Surfetch. Wat we daarvoor gaan doen is een Rock Smash op de bakkes bij Timber. Mag het een critical hit zijn? Ja, het is een critical hit. Dat is de 3e. En als het goed is, gaat nu, na deze battle, Farfetch evolueren in Surfetch. En dat zou ik echt super dope vinden, want ik vind Surfetch zo'n dikke baas, jongens. Het andere ding waardoor die evolueert, is dat hij een prei in zijn handen moet hebben. Hij moet een prei als held item hebben. Gelukkig heeft mijn Farfetch een prei, maar niet alle Farfetch die je vangt in de game hebben een prei in hun hand. Dus let daarop als je een Farfetch vangt, want anders zal die altijd een Farfetch blijven. Ik ben benieuwd, jongens. We hebben deze battle gewonnen. Twacky is een level omhoog. We hebben 4 critical hits gehad in de taal. Als het goed is, gaan jullie nu iets moois zien. Ja! Daar gaat hij. Farfetch gaat evolueren. Wat ontzettend dope. Wat ontzettend dope. Ik vind dit zo'n baas. Surfetch'd is misschien wel mijn favoriete Galarian vorm Pokémon van een oude Pokémon. Hij heeft nu gewoon een prei in zijn handen. Dat is een zwaard. Echt een dik zwaard. En een schild gewoon. Ook gemaakt van de blaadjes van een prei. Nou ja, ik vind dit echt fantastisch. Surfetch'd, welkom in het team. Alleen Farfetch'd die heel veel battles hebben overleefd, kunnen deze evolutie worden. Als het niet goed gaat met de prei, dan zegt hij gewoon doei. Dan gaat hij niet meer battelen. Hij wil gelijk een nieuwe aanval leren. Of nou ja, een verdediging. Iron Defense. Die laat ik even zitten.
zitten. We hebben gewoon een freaking Surfetch, jongen. Hoe tof is dit? Oh. We krijgen hier weer te maken met de grunts. Wat staan jullie nou te stoer te doen hier dan? Staan jullie hier gewoon te chillen? Wat staan jullie nou hier te doen? Hop komt ook weer eventjes blij doen. Hop zegt, ik word de nieuwe trainer, de nieuwe kampioen, de allernieuwste Pokémon kampioen. Gaan we een duo battle doen? Ik vind het wel een beetje sneu, want deze gasten staan hier gewoon te chillen. Ze hebben volgens mij niet heel veel kwaads in de zin. En Hop komt eraan en die zegt, kom battelen dan, vriend. Kom dan. Ik maak je kapot, vriend. Ik maak je helemaal kapot. En ik denk alleen maar, Hop, chill man, chill. Deze guys zijn best relaxed. Laat het gaan. En hij gooit zijn woeloe er weer uit. Ja, mijn Surfetch is wel een klein beetje gedamaged, dus dat is wel echt minder. Ik hoop dat ze mij niet keihard gaan aanvallen. Ja, wel met Snarl. Oh, woeloe heeft nu al echt een probleem. Die gaat echt bijna kapot gelijk. Ik overleef het nog en dan kan ik een Rock Smash op zijn bakjes doen. Wow! Ik sloop die Tevel gewoon bijna met één klap, hè? Lekker, woeloe. Woeloetje maakt het af, hoor. Nice, GG. Oeh, lekker veel XP. Ik drukte het heel snel weg, maar dat was echt veel XP. Gaan we nu voor die Liepard? Oeh, hij gaat voor Fury Swipes. Oh, dat is de end of woeloe. Ja, woeloetje is kapot. En nou ben ik dus benieuwd. Ja, oké, ze doen Sand Attack. Nou, dat overleeft mijn Surfetch wel. Doe een Rock Smash. Op die Liepard. Hoppakee. Liepard, Liepard. Dikke doei, man. Surfetch, Toxel, Doddler en Linoon. Een level omhoog. En dan gaat Hop met een... Oeh, een Corvus Squire. Linoon doet Night Slash op Corvus Squire. En die heeft daar best wel veel pijn van. Waarom doe je nou leer, Hop? Hop, doe eens een normale move. Pak hem. Nou, deze... Deze Surfetch sloopt iedereen, jongen. Allemaal one-shots. Daar is Pancham. Oké, die gaan we denk ik niet one-shotten, want we hebben geen super effective move op Pancham. Oh, maar Corvus Squire natuurlijk wel. Die heeft Pluck. Nice. En dan mijn Rock Smash eroverheen. Ja, dan is gewoon klaar met Pancham. Woo! Lekker teampie zijn we samen, Hop. Zo, dat was weer lekker veel XP erbij. En we hebben de Team Yellow Grunts alweer gesloopt. Ah, oh, jongens. Ik vind jullie sowieso wel baas, hoor. Hey, tot de volgende keer, gasten. Nou, we krijgen de complimentjes van Hop. En Hop vraagt zich af, waar is Kaboe? Ja, dat vraag ik me ook af, Hop. Oh, ondertussen zijn mijn Pokémon ook weer geheeld. Nou, dat is altijd lekker. Oeh, een Dreadnought. Check die Dreadnought. Super vet. Hij is niet heel snel, maar hij is wel cool. Nou, wij gaan gewoon even door. Deze kant op. Daar staat een Trainer T. En hier... Oh, dat was weer een Stunfisk. Die zie je echt snel over het hoofd, jongens. Oké, laten we deze trainer battelen. Mijn Surfetch sloopt iedereen. En ook jouw Pokémon, Vincent. You're going down with your Drillbur. Oh, de ontiegelijke baas. Hoppa. Oh, Drillbur doet dik. Ah, man. Oké, kom maar op met dik. En dan ga ik je nu even kapot maken. Dikke doei. Mazzel. Ah, dan krijgen we nu te maken met een Onyxie. Onyxuru. Rock Smash op Onyx. Super effective. En het was nog niet eens een critical hit. Trouwens, Farfetch en Surfetch krijgen zo vaak een critical hit door de prei die hij in zijn handen heeft. Dat zorgt ervoor dat er veel meer critical hits komen. Waarschijnlijk is dit er alweer één. Nee, ook weer. Oh ja, zie je? Ja, hoppakee, critical hit. En Onyx is down. En gaat een level omhoog. En zo zijn we onze Pokémon lekker aan het trainen hier zo. Pakken we even nog een TM'tje op Sand Tomb. En heb ik het gevoel dat we dicht in de buurt komen van Kaboe, de man die we zoeken. Ben je hier? Ja, Hop is in ieder geval hier. Ja, ja hoor, daar is Kaboe ook. Die zegt tegen die Team Yell gasten, bedankt dat je me hebt geholpen met mijn training. Maar ik moet wel zeggen dat onvergeeflijk is dat je in de weg staat van Karkol terwijl die zijn werk aan het doen is. En de grunts zeggen, nee, dat deden we helemaal niet. We wilden gewoon voor Karkol juichen. Helemaal goed, jongens. Hey, die Kaboe, die staat er wel echt als een baas, jongen. Yo, dat is Kaboe. Hij is wicked. Hij is de Fire-type gymleader, zegt Hop. Oh, jullie zijn die trainers die voorgedragen zijn door Leon. Hop en Rikachu, toch? Ik was hier aan het trainen, zodat ik de perfecte wedstrijd kan geven voor de gym challengers. Ik specialiseer me in Fire-type Pokémon. En de watertype Pokémon in deze mijn, die zijn de perfecte tegenstanders voor mijn training. Nou, we moeten hier uit deze mijn. Dan komen we in Motostoke terecht. En dan kunnen we ons op gaan maken voor de volgende gym battle. De derde gym battle met Kaboe. Zullen we gaan, Hop? Let's go. Niet te veel praten. Gewoon gaan. En daar zijn we op de nieuwe route. Maar we gaan pas echt naar Motostoke in de volgende aflevering. Doe even een blauw duimpje omhoog. En nogmaals, kom in de Rikachu Army. Druk op die subscribe knop. En wil je mijn live zien gamen, volg me op twitch.tv/Rikachu. En dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!